Ineke Dedde, in het oranje pak en in het witte pak Marijke Groenewoud. Zij als leidsters van het algemeen en jongerenklassement bij de Marathon Cup. Ja, de dames hadden de afgelopen wedstrijden in Amsterdam en Enschede behoorlijk spectaculaire wedstrijden op het ijs neergelegd. En ook vandaag was het aanval na aanval. Alle ploegen lieten zien dat ze maar één intentie hadden, dat was aanvallen. Ja, en als je er dan niet bij zat, moest je reageren. Hier een aanval van de dames van Turner, Merel Bosma probeert het weg te komen, krijgt een kleine voorsprong, maar er wordt altijd gereageerd. We zien het groen-wit van team Zaanlander. Ja, een actieve ploeg en alle vier de rijders waren gewoon heel goed vandaag. En wisten dan ook overal op te kunnen reageren met Irene Schouten, die natuurlijk die fantastische prestaties van het NK afstanden nog in de benen had. En bij elke ronde even naar het bord kon kijken, naar haar marekoers. Dan ontstaat er wel een kopgroep met potentie, met onder meer Irene Schouten erbij, maar ook Marijke Groenewoud. En Achie Walsma. En ja, de enige die er niet bij zit is de dame in het oranje pak, Ineke Dedde. En dan moet er toch gereageerd worden vanuit het peloton. Dat doen onder meer de ploeggenoten van Ineke Dedde. En uiteindelijk weet zij zelf weer de aansluiting te vinden. En dan gaan we sprinten. En dan, ja, dan weet je hoe laat het is. De treintjes worden gevormd. En dan komt Irene Schouten zelf aan de buitenkant. En heeft daar dan ook nog drie ploeggenoten. Wringen in de bochten en dan... Zien we ook dat er ruimte is. Onder meer voor Evelien Fijn. Die zegt gewoon ik stap naar binnen. En gaat mee sprinten. Het tempo gaat omhoog. Irene Schouten legt haar wil op aan dit peloton. En niemand kan er voorbij. Volgen is het enige wat mogelijk is. Dan gaan de handen los. En dan weet iedereen hoe laat het is. De snelheid gaat heel hoog worden. Marijke Groenewoud in de tweede positie. Kan ook volgen. Ja, dat deed ze vorige week in de Mastart ook. Elise Dul daarachter en daarachter is het Eveline Fijn. Nou, kan die nog wat doen aan de hegemonie van team Zaanlander? Duiken de laatste bocht in, werd iedereen Schouten, Marijke Groenewoud en Elise Dul. En dan, ja, dan is het een unieke prestatie. Een 1-2-3 voor team Zaanlander. Iedereen Schouten, Marijke Groenewoud en Elise Dul. En Ineke Dedde raakt haar oranje leiderspak kwijt aan Lisa van der Geest.